Hallo allemaal, wij zijn de Bakkertjes met de tweede vlog. En als jullie weten, je moet eerst kijken wat wij, dat stellen wij elkaar voor. En dat is leuk. En we zijn nu onderweg naar de zee. En daar hebben we papa, de kampioen. De Rijn. En die is echt heel sexy. Ik heb er best wel veel bij en we gaan jullie meenemen. Maar het is wel een eindje rijden. Oh ja, hier ben ik weer. Joe. 5 hours later. Er is hier net een ongeluk gebeurd. Wij moeten niet zo belanden, hè? Nee, wij moeten niet zo belanden. 3 uur accident. Er is net een ongeluk gebeurd. Er ligt een auto aan het vliegen. Kijk, oma Hawk. Ja, dat stinkt. Hij stinkt, zeg. Goeie titel. Auto-ongeluk. Nee, direct gedaan. Kijk wat er hier is gebeurd. Zou er nog iemand in zitten? Ik hoop dat niet. Het stinkt hard. Nee. Die auto rijdt ook nog, hè? Dat is niet normaal, hè? Dat is niet normaal. Stinkt ziek. Die auto rijdt ook nog gewoon. Ik denk dat die auto zou aan de kant dus, gaan. Dus dat is spijt. Erop? Ja, elk zou wel moeten helpen, maar... Maar nee, we kunnen doen niks. Fuck dat. Dus we hebben nu net gewoon eventjes staan. Wat voor auto van de opstand jullie hebben net gezien. Het stond wel een beetje en dus wil ik er gewoon mee. Carlijn zit nu al gewoon aan mijn motie proberen aan te doen. Auto. Dus ja, we zitten nog in de auto. We zien jullie wel wanneer we in het appartement zijn. Middelkerken aan de zee. Allee, we zijn op onze hostel appartementje. We gaan zo meteen een roomtour geven van ons appartement. Heel cool. Ja, had ook heel veel te zien waarschijnlijk daar. En ja, dan gaan jullie ons appartement zien. En we zijn nu hier. Ja, jullie kunnen het moeilijk zien, maar... Zo meteen. Ja, heel veel plekken. En we zijn hier nu in Middelkerken. En we gaan zo meteen, zijn wij in, hoe noemt het? Westende. Westende. Ja, Westende. Westende. Komt hij met zijn Belgisch accent? In Westende. Westende. Ja. En hier zijn daar heel veel mooie auto's. En honden. En mensen met honden. En hier is Carlijn. Yo, Carlijn. Na 300 meter rechts afslaan en daarna meteen links afslaan. Vreed zak. Is dat mijn botje? Dat komt op mijn broekje. Oké, dit was onze vlog nu. We zien jullie zo meteen in het appartement. Yeah. Hallo mensen, we zijn ondertussen aangekomen in ons appartement. En ik kan eigenlijk jullie een room toegeven. Is onze inkomhal. Gewoon met 2 kasten. Hier is onze kamer. Hier is een lichtbed voor een zetel, een lampje. Eigenlijk gewoon de kamer. Hier is dan nog een kast. Hier nog een mooie kast. Gaan we naar de badkamer. Kijk, heel mooi. Maar weet je wat ik vind van dit? Een ingebouwde lamp in de spiegel. Dan zie je mij ook even. Hey. En dan heb je hier ook nog een douche met massagestand, want dat zie je aan die knop. Ja, voel je die knop aan de knop? En nice. Ook handdoek, waar je ruimte uit doet. En dan gaan we naar de keuken. Hier heb je de keuken. Kijk maar. Gewoon een nice keuken, lekker kraantje. Kijk, hier heb je gewoon... Ja, gewoon een keuken en hier heb je een schuifdeur waar je Carlijn kan opsluiten, kijk. Nee, niet doen. En hier heb je gewoon de ijskast, de vriezer. En de centrale verwarmingsketel. Ja. En dat is een beetje te veel goed. Hier hebben we een mooie wc. Marijn, is dit voor de zwembad? Ja. Hier heb je een mooie wc. En echt kapot veel rollen wc-papier.
Ja, maar papa heeft ook al 5 wc-papier meegenomen. Dat moeten we in die stokjes in de wolk houden, want het stinkt een beetje. Ja. Oh, een luchtverfrisser. Ja. Dan gaan we nu naar papa's kamer. Deze kamer heeft geen licht, maar die wel deze grote lamp. Ja, ze hebben hier één huge balkon. We hebben 2 balkonnen in deze. Wacht, ik ga je eerst het balkon laten zien. Dus we hebben dit balkon. Kijk maar in. Wacht even, Karen. Dus we hebben dit balkon. We hebben dit op het balkon. En dus het uitzicht. En we hebben... Nee, ik heb nog geen licht. Oké, Marijn, het is... En we hebben dit balkon. Dit is ons main balkon. Hier gaan we vaak zitten, denk ik. Met een kaarsje en een mooi uitzicht natuurlijk. En dan gaan we naar Canaan. Kijk, en hier hebben we bijvoorbeeld het grote licht. Ik ga gewoon best wel. En gewoon een standaard bed, die haakt licht. Karen, weet je wat ik nog moet doen? Filmen maar even. Weet je wat ik nog moet doen? Filmen. Ik ga hier staan en hier staan, filmen maar zo. Hier staan en filmen zo. Kijk, jongens. Kijk wat ik even nog even moet doen. Het bed testen. Dat is echt zo raar. Kom, en dan gaan we naar de gewoon een makkelijke living. Gewoon tv. TV en gewoon 2 kastjes. Dit is gewoon mijn boxen. En deze lamp vind ik echt cool. Kijk. Kijk hoe mooi. Marijn, ik wil ook een snoepje. Kijk, en hier staan gewoon de tafels met een bank, matlat en stoeltjes. Ik wil ook. Misschien moet ik een snoepje filmen. Snoepzaak. Wacht even. Lekker. En nu gaan we Marijn filmen. En hier heb je een super mooi uitzicht. Vind ik dan toch? Kijk, op andere huizen. Super mooi. En op andere mensen. Kijk, en nu gaan we de zee. Nee, want de zee kunnen we niet laten zien. Dan gaan we jullie morgen meenemen naar de zee. Vandaag, ik weet niet. We nemen jullie vandaag gewoon meteen mee naar de rommelmarkt. Zodat ik naar rot omga. En dan, tot zo. Blitjes. Nee, grapje. Love you. Tot zo. Hallo. We zijn hier nu bij de zee. En we gaan de stenen lopen. En daar is papa. En nu gaan we over die steentjes lopen. Lopen. Marijn, die... Mooie ratselaar. Ja. Inkrappen, grappig. Kijk, hij loopt nu op de stenen. En hij zit te dansen. Maar... Oh. Kijk, en hij gaat ook gewoon lekker op de stenen. Zo. Als hij hier een ratslag doet. Oké, doe een ratslag, Marijn. Doe een ratslag op, ja, doe dat. Ja, oké, dan stappen we gewoon door. Maar doe gewoon. Doe gewoon YOLO. Dat is grappig. Echt? Maar even wakker voelen, jongens. Gelukkig voelen. Ik heb geen zwembroek ondergaan, maar ik ga ook niet zwemmen. Oh, het is best wel koud, ja? Ja, ik ga jullie filmen. Maar kom, we gaan toch op de steen. Dat is veel belangrijker. Is dat water eigenlijk? Doe gewoon op dat mos, dat is niet zo erg. Ik ga daar. Dat is het origineel. En dat is daar ons hotel. Kijk, en nu gaat hij ratslag doen. Oké, kom, we gaan terug. Kijk. We zijn op avontuur, René, heb je. Op avontuur! Oh my god. Kijk, dit is een heel mooi riviertje. Kijk. Ik weet niet of jullie iets van zien, maar echt super mooi.
Marijn, er is iets. Oh nee, grapje. Ik ga hier door een rafslag doen. Hier door een rafslag doen, oh my god. Kijk, ik ga eens overspringen. Zo, doe maar Marijn. Zo. Doe het. Doe het voor mij. En ons YouTube-kanaal. Maar gaan we niet zoeken naar die stenen door? Kom, op de steentjes. Oh, pijn. Oké, kijk, papa gaat in de zee. Als je dat ziet. Kunnen jullie dat zien? Ik ben niet zeker. Zullen jullie dat kunnen zien? Maar daar is papa. En daar is Marijn. Kom, we gaan ook wel een klein beetje rennen. Even een tijdje hebben we gelopen, al eventjes. En we hebben lang in de hotelkamer gezeten. We hebben even gegeten en zo. Ja. En gegeten. En je vindt ook dat die grond. Ja, weet ik. Maar kijk dan hoe mooi dat deze stenen dan zijn. Ik kan het gewoon goed filmen. Kijk, en nu gaan we naar die rotsen daar. Die. Westende. Of de rotonde. Daar is het hotel. En die noemt de rotonde. Die hotel hebben een heel grote. Kijk, en daar, daar is papa. En voor de rest zijn best wel veel mensen. Op zich. Nou, we gaan gewoon proberen die niet op beeld te krijgen. Oh, vandaag vind ik perfect voor een rotslag. Ja, doe dan. Huh? Ja, is daar. Het te doen? Is het te doen? Ben jij dan alleen geweest, papa? Oké, maar hij gaat de ratslag doen. Doe een ratslag maar gewoon. Oh, je hand is gewoon op de rotsen. Boeiend. We gaan nu naar die rotsen toe. Ik heb nog wel kleedje aan, kijk. En papa loopt gewoon in zijn blote buik. En daar zijn heel veel leeuwen. Ik weet niet of dat ik zeker weten opga. Want kijk, het is wel moeilijk om hier op te stappen. En ik kan nog soms uitglijden. Dus ik ga gewoon maar op. Oké, mijn poort begint hier. Zo. Kijk. Dat leuk op de rotsen. Ik heb me verdacht, ik ga denk ik niet op de rotsen. Want, sorry hoor, maar kijk dan. Misschien, ja, ik ga toch wel op de rotsen. Kijk, Marijn zat daar. Ik ben nog maar hier. Kijk, ga je tot de meeuw, Marijn? Ik denk dat je daar net niet geraakt. Op de stenen wel, dan moet je oppassen. Kom, we gaan langs hier. Veel makkelijker. Zo. Mai, dit zijn mosselschelpen. Oh, weet je wat lekker zou zijn? Mossel nu. Ik hou van mossel. Zo. Kijk. Het zijn er gewoon. Dat zijn de meeuwtjes. We gaan naar de meeuw toe. Ik ben nu al ver. Ik pleur. Maar hij kom. Oh, godverdomme. Ik ben bijna bij de meeuwen. Maar eigenlijk, ik kom nu al terug. Je hebt de camera vast, toch? Ja, want ik heb de camera vast. Daarom is hier staan, ik hou. Ja, ik ga maar rijden naar de meeuw, want ik blijf hier. Nee, want... nee, ik ga daar niet raken. Maar misschien kunnen we met de GoPro zoiets wel. Ja, dat kunnen we wel doen. Ja, wij gaan dus zaterdag een GoPro kopen. En dan gaan we naar de Aldi en die kan wel tegen water, dus dan gaan we gewoon met de GoPro hierover. En dat zul je wel zien. Dit is zo gevaarlijk. Dus ik ga nu even gewoon kijken naar Marijn, naar de meeuwtjes. Ja, ik moest een beetje terug naar daar lopen. Zo. Mooi. Slecht. Zo. Klein beetje. Hier zo.
Dus we zijn zojuist weggestuurd. Ja, van de stenen. Van de stenen. Kijk, daar staat ook een bord. Wacht, hè. Ik ga even de camera draaien, want nu zie je niet mijn kop. Wat? Dus er staat dus nu een bord dat je daar niet mag komen. En ja, sorry als je veel binnenhoort. Dus daar waar ik en Carlijn is, hebben ze naar voren weggestuurd. En daar is papa. Ja. Daar is papa! En van die mevrouw, die moest toeter van papa. Ja, en dan was dat mevrouw en heeft getoeterd. De beelden die zullen jullie nu even zien. Dus ja, veel plezier met het kijken. Dankjewel. Ja. Zeven uur morgen nog. Ja. We zijn hier heel lang. Hallo. Wij zijn er net aan de supermarkt geweest en we zijn ijs gaan kopen. En dat zijn nieuwe ijsjes, want we hebben ze nog nooit gegeten of zo. Dus ik ga ze nu even laten zien. Je hebt je telefoon verslaafd met zijn neusbrilletje. Oh, lekker. En ze zitten in de diepvries natuurlijk. Het zijn deze Mars-ijsjes. Ik lust Mars. Maar het Mars-ijsje weet je niet, dus we gaan, we gaan ze testen. Ja, we gaan ze testen. Kijk, het zijn de Mars-ijsjes. Er zijn er 7 in één pak. Ze zien er letterlijk uit als echte Marsen. Maar we weten het natuurlijk nooit. We gaan hier zitten, toch? Ja. Dit zijn de ijsjes en we gaan ze nu openmaken en proeven. En er zitten er 7 in. Dus, we hebben hier ijsje 1, die is voor papa. Ik wil deze. Ijsje 2 en ijsje 3. En eerst laten we Carlijn ijsje proeven. Er zitten er 7 in, maar Carlijn. Want, ik hou van maat. Om één hapje doen. In plaats van we daar een zachte ding. Er zit er ijs in de plaats. Dat is goed. Oké, nu komt het naar mij. Nu ga ik lekker. Oh, ik moet bukken, want ik ben te groot ervoor. Is dat hier Mars? Hij zit ook gewoon dezelfde karamel. Oké. Deze is echt wel lekker. Top. We wisten het echt gewoon niet van die Mars-ijs, hè? We zagen die net in de winkel tillen met Twix en Snickers. Waarschijnlijk hadden we de Twix en de Snickers. De Twix wel cool, maar Snickers zien natuurlijk niet zo lekker. Ik hou van Twix, maar niet van Snickers. Ik hou van Milky Way. Ja, is wel lekker. Papa heeft mij van school aan het drinken. Dat is mijn glas cola. Ja, denk maar. Nu ijs. Jullie hebben zwanger, hè? Dit gaan we even wandelen naar de middelkerk, denk ik. We kunnen ook een video maken als jullie willen daarover. Geen video, maar gewoon een extra stukje. Gaan we doen, man. Papa vindt het ijs ook lekker. Steek een duimpje omhoog voor de camera. Ja. Merde. Mama, je doet je sensor. Zo mag wel. Zo mag je. Nee. Doe, papa. Zie je, zijn er wel kinderen van nul die dat kijken? Oh, hier zie je hoor. Mantie. Er is een man die onbeleefd is. Nooit. Ja, ja. Ik vind die karamel zo lekker van binnen. Papa, ga even naar brassen. En met die karamel. Kijk, dus je ziet, hier is chocolade. Hier ijs en hier karamel van boven.
super lekker. Goeie is. De beste. Kijk eens, straks. Trouwens, kan ik waarschijnlijk ooit een snapje maken? Ja. En ik een game joh. Wat nee. Ja. Met stom. Wij hadden het wel een stukje, maar wij echt niet eten. We zien jullie. We zien jullie in middelkerken. We zien jullie zo meteen op zo. In middelkerken. En deze meteen gewoon. Doei. Nu op weg naar middelkerken. En ja, hier is een heel mooie zon. Die zal ik even naar jullie laten zien. Kijk hoe mooi dat die zon is. En kijk maar heel mooi aan. Kijk maar dat lukt niet. Ja, dus hier is gewoon super prachtig. En dus ja. De zon. De zee. Het strand. En in de verte zien we Middelkerken. En hier zijn twee hooligans. Ik denk dat het de bekkertjes zijn. En ze gooien met een bal waardoor ik niet meer kan filmen. Nu in het café in Middelkerken. Het duurt al wel een beetje lang, maar oké. Okay. We zijn gewoon eventjes aan het wachten. We wachten nog even en gaan we even een ander cafeetje. Want het duurt wel even lang hoor. Maar wel leuk. Nee, we gaan geen reclame maken. Het is hier een traag concept. We gaan hier geen reclame maken. Het concept is traag. Dit is het concept en hier zijn ze enorm traag. We zijn nu in een café. Het café. Dit is Columbus. Wie was Columbus? Kijk. Wie was Columbus? Reclame maken. Nee. Bistro Columbus. Ja. We maken hier geen reclame, mensen. Jawel, we maken hier wel reclame. Kijk, hier moet je naartoe gaan. Het is café. We staan als het concert. Oh. Wat ben ik nu ook aan het filmen? Ben ik nu jou aan het filmen? Ja. Oh ja. Ik heb een Sprite genomen. Lekker Sprite. Papa is misschien tonic. Ik heb dus een... Rijt. Marijn heeft het ook. Heb je al genomen? Nee. Echt wel? Ik heb het zelf op camera. Maar nee, ik heb het echt nog geen genomen, papa. Nee, ik heb het nog geen genomen. Dit gaat erin, hè, Kalen? Nee? Kalen, dit gaat erin, hè? En die zit er gewoon in, hè? Ja. Jongens, kijk, ik ga even eten. Pak aan meneer Kool. Oké, jongens, we zien jullie wanneer we terug in de kamer zijn. Piet. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze vlog van vandaag. Laat een like achter en abonneer hier beneden. En dan zien we tot morgen. En klik op de belletje.